Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdagmiddag en het regent keihard. Heel stom. Ik ga nu naar een studio ergens in Amsterdam en dan iets filmen voor First. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat, maar ik zie het wel als ik daar ben. En dit is wat ik aan heb. Een crop top ding van Brandy Melville, Fendi Blok. En mijn Balenciaga's. Let's go. Ik ben weer thuis. Het was leuk, was heel gezellig. Het was met Faya Laurens en met... rappers, waar ik het namelijk ben vergeten. Good story. En nu ga ik You verder kijken. Laten we gaan discussiëren over You zonder spoilers in de comments. Ik ga nu beginnen aan aflevering 3. En I like it so far. Ben heel benieuwd wat jullie vinden. Ik ben dus een type vrouw dat zeg maar wel zou kunnen vallen. Ik hou dus echt niet van bad boys. Heel veel meiden en vriendinnen van mij die vinden zeg maar echt niet bad boys. Dat is heel erg leuk. En ik val dus echt niet op mannen die zeg maar geen interesse tonen. Dat vind ik echt niet aantrekkelijk. En, maar ik zou wel op zo'n intelligente psycho denk kunnen vallen. Dat vind ik dan niet dat ik een psycho leuk vind, maar zo'n hele intelligente jongen kan ook wel een randje aan zitten, zoals deze jongen. Ik denk dat me dit wel zou kunnen overkomen, I don't know. Of hier een beetje poep. Oh, moet je even schoonmaken? Even op. Zo, nu is hij weer zo. Ollie is het zadel van haar paard aan het schoonmaken. Moet ook gebeuren. Wij zijn opgetreegd, hè? Nou ja, dus dat wilde ik zeggen. En, ga ik zo Ollie even filmen. Maar Ollie heeft geen ondergoed aan, dus ik kan Ollie niet echt filmen. Hallo? Ik moet zo huilen. Moest je huilen? Ja. Doe eens voor. Ik kan zo naar de theaterschool. Was dit een auditie? Nou, je krijgt de rol van Huilbaby. Gefeliciteerd. Zo, nou, alsjeblieft. Oké, dus ik ga deze meid naar bed brengen en dan... Ik ga niet naar bed brengen. Ik ga jou wel naar bed brengen en dan You kijken. Mami, ik zo slaap. Hey guys, good morning. Het is maandagochtend en ik ben al op kantoor. Het is best wel vroeg, maar ik had een afspraak dus... vroeg bij vandaag. Vandaag hebben we 4 sollicitatiegesprekken voor een nieuwe functie bij ons. Dus ik ben heel benieuwd. En volgens mij ga ik lunchen met Monica straks. En wat heb ik nog meer? Ik weet niet. Ik heb allemaal afspraken dag in ieder geval. En ik wil nog een foto maken. Alleen het is echt raar weer regen. En dan weer niet. En dan weer wel. Dus dit is wat ik aan heb vandaag. Ik ben helemaal gekleed en naked eigenlijk. En deze ketting is van Chanel. En die schoenen zijn van Balenciaga. En mijn Somewhere ketting. En ook een Chanel ketting. En ik heb mijn haar gesteld. Ik vind dat de laatste tijd is leuker staan op de een of andere manier. Dus. Good morning. Het is vandaag dinsdag. En ik ben net wakker. En HelloFresh is eindelijk weer een keer bezorgd net. Dus ik ga het uitpakken en in de koelkast zetten. Zo, ik ga hem even uitpakken. Ik had zelf die recepten uitgekozen. Wee. Dus als ik er één ga maken, dan ga ik het wel even filmen. Maar ik ben hier altijd zo blij mee. Ik kan gewoon niet elke dag nadenken over het eten. En ik weet het gewoon. Ik heb gewoon echt geen inspiratie. Dus. Zo. Het zit ook per gerecht. Kijk, het is zo handig. Het zit per gerecht er zo in. Dus hier heb je dan het menu van de week. Kan ik openmaken, zal ik wel even doen als ik ga koken. En dan zijn hier dus de 3 zakken per gerecht. Dus ik ga even dingen in de koelkast zetten en het uitpakken. En als ik het ga koken, dan laat ik het wel even zien. Oké guys, good morning. Van mij ook. Het is welke dag? Woensdag. Ik heb Ollie net naar school gebracht. En ik ga nu even snel. Ik had even een half uurtje mijn nagels laten doen. Even gel lak erop. Die zijn allemaal afgebroken. Zulke lange nagels. Echt, ze waren echt perfect. En ik denk dat dat ze zijn afgebroken omdat ik gestopt ben met sugarbeer. Ik slikte die sugarbeer pillen voor mijn haar. En ik had zulke mooie nagels ineens. Maar ja, dus dat ga ik doen. Pleasure in the pain.
ben op kantoor aangekomen en ga gezellig werken. Kay zit hieronder naar kantoor, maar die zit daar verstopt. Die kan me ook even hoi zeggen. Kay, ik ben weer terug op kantoor. Ik ben even met Kay naar de stad gegaan, want Kay moest wat dingetjes terugbrengen. Dus ik ging even met haar mee, maar we hebben allemaal troep gekocht. Misschien vinden jullie het wel een keer leuk om te zien. Zal ik even laten zien wat ik heb gekocht. We zijn naar de Flying Tiger geweest. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ken je dat, Flying Tiger? Ja. Dus dat is bekend. Ja. Oké. En ik heb dit notebook gekocht. Ik vond deze echt leuk. Hij is roze, alleen het licht is een beetje blauw. Gewoon met lijntjes van binnen. Die heb ik gekocht. Oh, en ik had iets anders vintage besteld. Dat is net binnengekomen. En ik ben er zo blij mee. Deze tas met kleurtjes van Louis Vuitton. Dat had ik bij Rebel gekocht. En ik dacht voor uitgaan of zo. Want kijk, ik heb dus een grote iPhone. En die kan er één en nog wel meer. Is het heel leuk, dacht ik. Dus ik ben hier echt heel, heel blij mee. Ik dacht als ik een zwart jurkje of zo aan heb, is het wel heel leuk. Dus daar ben ik heel blij mee. Oké, even mijn andere rommel pakken. Ik heb bij H&M Home. Hier kunnen jullie de buitenkant zien. Heb ik deze spiegel gekocht. Hoe leuk is die? Ik vind hem echt cute. Ik heb hem dus voor op kantoor gekocht. En ons kantoor is best wel vooral rommel nu. Maar er zit heel veel roze. Hier is de keuken. En ik dacht daar bij die cactus. Kijk. Het is ook dezelfde kleur als die stoeltjes. Hier hebben we nu covers staan. En ik dacht hier is die zo wel leuk bij. Dus ik ga hem zo even ophangen. En verder. Kate winkt me altijd om dingen te kopen die hetzelfde zijn als Lua. Zodat Ollie en Lua matching foto's kunnen maken. Dus ik heb deze gekocht. Moest van Kate, want zij kocht die voor Lua. Dan kunnen ze weer samen op de foto. Ik heb mijn allerlievelingsspel gekocht. Dat zei. En ik heb dit gekocht. Koffiebekers voor een huis. Gewoon van die kartonnen. Omdat ik heel vaak zeg maar wegga en dan wil ik koffie meenemen. Ik heb dit gekocht van Glam Glow. Zo'n masker met van die sterretjes en glitters. Ik weet helemaal niet of het zeg maar heel goed is. Ik denk het wel, maar ik vind het er gewoon zo leuk uitzien. Zal ik eens kijken hoe die pot eruit ziet? Ja, ja, die pot ziet er dus zo uit. En het volgende wat ik gekocht heb. Heb ik nog nooit gehad, is een selfie stick. Ik ga volgende week maandag naar Parijs voor werk. En ik wil een... Ik wil een foto op Instagram zetten. Waarschijnlijk als ik deze foto maak en het lukt. En ik ga hem posten, gaan jullie allemaal comments van. Oh, dat heb je in een vlog gezegd. Wat ik altijd heel leuk vind trouwens. Maar ik had een foto gezien van iemand die zeg maar zo'n selfie met de iPhone tot op de achtergrond had. Alleen, dat kan je. Ik dacht, dat kan niet met de iPhone. Want dan zie je vooral mijn hoofd. Ik heb niet echt een lange arm of zo. Dus ik dacht, dan moet ik een selfie stick hebben als ik die foto wil maken. Dus dat. En ik heb een smartphone holder voor een collega gekocht. Kijk, hoe handig kan je dat... Zo op je laptop zetten. Dus dat waren mijn aankopen voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Weer een keer een andere hal. En nu ga ik e-mails doen en werken. Er zijn dus twee projecten waar ik heel veel aan werk. Eén is dus mijn boek. En dat gaat best wel goed al. Qua schrijven denk ik dat ik op de helft bijna ben. En de collectie voor Naked zijn we dus mee bezig. Ik weet niet hoeveel ik van hun mag delen in het proces van het designen en zo. Maar dat doen we dus wel echt samen. Ik wist niet echt hoe dat zou gaan. Zeg maar elke kleur sturen ze samples van op en kleurtjes dan kies je het. En qua design moet je het elke keer een soort van doorpassen. En dan waar korter, waar strakker. Dus dat doen ze elke keer van elk item. Volgens mij komt mijn collectie in juni uit. Maar binnenkort komt er een inschrijfpagina op Naked waar je kan inschrijven. Dus hou ik jullie toch. Cause there ain't nothing better. We'll make it last forever. Oké, ik ben klaar met werken. Dus ik ga Olly van de crèche halen. En we gaan vanavond, ga ik HelloFresh koken. We hebben trouwens allemaal nieuwe kleuren scrunchies. Ik zal de link hieronder zetten. Waaronder deze. Die vind ik echt leuk bij blond haar. Dat is op dit moment mijn favoriete kleur. Dus ja, kijk. Ik vind dat hij gewoon een mooi contrast heeft met blond haar. Dus ja, let's go. Oké, ik ben eindelijk thuis. Net door de regen gelopen. En ik ga HelloFresh koken. Oké, dus ik heb weer HelloFresh besteld. En voordat ik begin met alles te laten zien. Met de code NOOR ML50 krijg je 50% korting op je eerste box.
Ja, zoals jullie weten gebruik ik HelloFresh echt super vaak. Omdat ik 1. Nooit inspiratie heb om wat te eten. 2. Heel vaak eten weggooien. Als ik zeg maar bij de Albert Heijn of wherever boodschappen doe, dan koop ik vaak te veel. En bij HelloFresh is het eigenlijk allemaal precies afgemeten in de pakketten. Dus ja, je gooit geen voedsel weg. Wat natuurlijk echt super goed is. En ze hebben super leuke nieuwe recepten. Wat ik heel leuk vind. Dus ik ga even kijken. Ik heb nu wat erin zit deze week. Oh, dit is voor volgende week. Ga ik ook weer bestellen. Falafel met een broodje portobello. Oh, dat is allemaal zo lekker. Maar dit ga ik volgende week bestellen. Ik had voor deze week kokosnoedelsoep met kippendij. Oh ja, deze wil ik maken. Farfalle. Ik spreek echt alles verkeerd uit. Met geroosterde groenten en feta. Die ga ik dus maken. En orzo met broccoli, pecorino en pijnboompitten. Ik had een soortgelijk recept vorige keer. Dat was dus iets... die heb ik ook trouwens in de vlog laten zien. Wat ik normaal niet zo snel zelf zou maken. Maar wat ik ken het eigenlijk niet. Maar wat echt mega lekker was. Maar ik ga dus nu deze maken. Kijk, dit ga ik maken. Dit is dan wat erbij moet. Hier staat wat het is. En hoe simpel is. En hoe lang, et cetera. So let's go. Oké, ik heb de oven voor verwarmd op 200 graden. En dit gaat er nu in. Oké, nou het water kookt bijna. Nu moet ik de munt, olijven, kappertjes en wat is dit? De blad, wat is dit? Munt en blad peterselie. Dat moet ik allemaal gaan snijden. Ik vind het eigenlijk best wel heel erg leuk om te koken. Alleen ik vind het gewoon niet fijn als ik geen directions heb, zeg maar, hoe ik het moet doen. Dus ja, en voor olie doe ik denk dan die kruiden een beetje apart. Ik denk dat dat beter is. Het is voor haar misschien een beetje te heftig dit. Maar ik vind het zelf wel lekker. Ik gebruik het trouwens al mensen van jullie wel HelloFresh, zo ja. Laat even je mening erover achter of je het net zo chill vindt als ik. Mijn moeder en zo gebruiken het ook en andere vriendinnetjes van mij ook. Maar ik weet niet in hoeverre jullie het gebruiken. Zo. Oké, ik heb alles gesneden en dit komt uit de oven. Het ziet er ook goed uit. Ik moest wachten tot de tomaten een beetje gingen openbarsten. Dat is nu aan het gebeuren. And it's done! Zo ziet het eruit. So we can eat. Hey guys, good morning. Het is weer ochtend en het is bijna 8 uur. Ik heb super slecht geslapen. Ik was echt heel vaak wakker. En nu ga ik ontbijt maken. En dan ga ik daarna weer naar kantoor. Ik haat het als ik slecht heb geslapen. Oeh. Zie jullie zo. Had je mama schoenen aangetrokken? Ik heb mijzelf opgemaakt en ik ben gaan ontbijten bij Kay. Met Olly en Rebecca is er ook. En Rafi. Zo eentje van Rebecca is er ook. Joekie is op school. Dus ja, wij zijn hier gezellig. En kijk. Zo vies weer buiten. Het regent heel hard. En Olly is YouTube aan het kijken. Wil je wat water, Olly? Nee. En daar is Rafi. Oh my god, die wilde ik. Ja. Wat is dat? Het is zo'n panter. Dat vind jij ook leuk. Oh, die wilde, ja, die heb je mij gestuurd, ja, dat je die zo graag wilde. Oh, yo, ja. Ja, die is zo mooi. Die is toch te vet. Mickey mag nu elke keer centje erin doen. Heel chill. Wow, die is cool. Dankjewel. Oké, okay, laat even zien. Kay heeft mij letterlijk een foto gestuurd hiervan, hè, dat ze die wilde. Mm-hmm. Maar hij staat in de, bij All the Luck in the World. Dus ik liep er 23 keer langs. Nee, dit moet hem gewoon worden. Ik moet hem meenemen. Oké, ik ga hem even een plekje geven hiernaast. Ik ben op kantoor aangekomen. En ik heb me omgekleed. Ik heb dit shirt aan van Versace. En deze heb ik dus nieuw. Die vintage tas bij me. En deze broek van Heron Preston. Van de Bijenkorf heb ik die. En mijn Balenciaga sneakers. En die scrunchie. Dit is echt mijn nieuwe lieveling scrunchie van Somewhere. Dus dat is het outfit. Ik heb een pakketje binnen. En... oh, dit is van dat meisje dat vorig jaar die keramiek, heet dat zo? Mm-hmm. Kopjes had gemaakt. Let's see. Oh, dat is mooi, een kaarsje.
En dus plantkaas er. Oh, wat mooi. Het is in dezelfde sfeer als wat we vorig jaar hadden. Ze heeft het wel goed ingepakt. Voor, nee, maar dat is heel belangrijk. Dat is ook mega breekbaar dit. Oh, dat is zo mooi. Hè? Zij maakt dat zelf met de hand. Ik ben klaar met werken en ik ga koken thuis. En ik heb twee scrunchies in. Deze kleur hebben we ook nieuw. Die is echt zo leuk. Ik doe dat wel vaker, twee kleuren. Dat vind ik leuk. En ik heb hem zelf ingepakt. Oh, het is koud. Ik ben weer thuis bij mijn baby. Ga je hem opeten? Ja. Die zit in mijn... Jij zit in mijn buik. Echt waar? Ja. Oh nee. Komt de boze bollen aan. Good morning. Ik heb Olivia net naar de crèche gebracht. En ik heb echt een hele leuke outfit aan, vind ik zelf. Maar ik moet nu naar kantoor. Even kijken. Ik ga met de Uber naar kantoor. Die is er. Dus ik ga naar beneden. Oh, mijn speldje is los. En ik laat het kantoor even zien wat ik aan heb. Kijk, dit is wat ik aan heb vandaag. Ik ben helemaal in het zwart. En ik heb die lakschoenen en jas aan. En matching ring en tas. Wat ik heel leuk vind. En ik heb haarspeldjes. Deze zijn volgens mij van de Kruidvat. Maar we zijn zelf ook aan het kijken of we ze kunnen inkopen en op Somewhere kunnen verkopen. Dus hopelijk lukt dat. En guys, ik ga ook de vlog afsluiten, want het is alweer vrijdag en hij komt zondag online. Dus ik ga snel nieuw beginnen. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Sorry dat ik op dit moment even één keer per week upload. Ik had best wel veel, heel veel eigenlijk boze comments daarover gekregen. Ik denk dat ik nog 2 weken ongeveer 1 keer per week blijf uploaden. En dat we dan weer 2 keer per week gaan uploaden. Dus dan weten jullie waar jullie aan toe zijn. Maar op zondag komen er dus gewoon vlogs. En nou ja, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer.